gaan naar Spanje. En wij moeten één nachtje slapen. Dit buslaan. En we gaan daar hele, bij Spanje gaan we hele dag zwemmen. Ja. Ja. Weet je wat je hebt? Good life. Ruben, Melanie, Jason, Jalicia, Jaden. De grootste familievlog van Nederland. Good life. Wat een slecht weer, dames en heren. Alleen maar regen. En daarom vertrekken wij gelukkig naar Spanje. Olé, op naar de bus. Wie wil er naar Spanje? Ik ook. Yay. We gaan rijden. Ja. Die is op. Hoe staat de familie? Ja. Koffertjes erin. Zit alles erin, Melanie? Zit alles erin uiteindelijk? 7000 koffers. Allemaal stoel nummers 1 tot 20. Nou, dat is mooi. Alsjeblieft. Zo, we zitten alweer in de bus. We zijn al onderweg. Jaden. Oh, cadeautje Jaden. Dat is de bedoeling dat je de hele weg lekker stil bent, hè? Allemaal. Jason. Die mag je openmaken. Nee, die mag je niet openmaken. Mag je in Spanje openmaken. Niet nu. Ja, Sjad, mag jij openmaken? Ja! Toch die twijfel, hè? Wat heb je gekregen, Alicia? Wat leuk! Kunnen jullie lekker kleuren onderweg, hè? Ja. Je mama lekker de pyjama. Ik heb al de dingen. Ik heb meer. Kom maar, Jason. Nou, gaan jullie maar lekker die kleuren. Oh, we hopen dat ze dat volhouden naar Spanje. Dat mag maar niet. Dat is meteen. Ga gewoon zitten, jongen. Rij eens. Leuk is gevaar wat je aan het doen bent. Ja, ik moet de stenen. Oh, jij de panel. Dan valt die uitzakken. Moet je hem hier uitzakken? Ja! Deze wilde je even niet. Dan ben ik even op in de kant. Ja, dat is een schat van de slapen. Ja, kijk, ik heb Ruben, kan ik een beetje naast of niet? Nee. Nee? Bij het tekenen, schat. Mooi, een treintje. En jij gaat echt jouw laatste strijd. Wauw. Mama. En een hartje. Zo, schat. Je bent wel erg lief voor je mama. Nee, ja. Ik heb jou heel lief. Ik vind jou ook heel lief, schat. Kan je ook een mooi hartje maken, jij? Ik kan ook een mooi hartje maken, wacht. Kom maar. Ja. Papa, ik heb zo. Jalicia, schrijf mama eronder. We hebben kabel gekregen, laat hier staan. Nee, is geen kabel, dat is een snoepje. Kijk eens, alsjeblieft. Mama, hier schrijf ik. Wauw! Mama! Mooi! Goed zo! Jason! Wat heb jij gedaan? Hij is weer te lachen, jongen. Hij sloopt even de hele bus. En nu dan, Jason? Die kan je nog vastmaken. Zo te zien of niet? Zo te zien heb je hem kapot gemaakt. Wordt dadelijk de buschauffeur boos, hè? Gaat hij uit de bus zetten, moet je lopen naar Spanje. Oh nee, Jason. Ja. Ruben, doe hem even. Ik moet filmen. Ja, ik moet filmen. Zo, doe dat even, Jacques. Klik, doe hem daar even in. Ja, dat moet laten we hem zelf doen. Dat we kloten, ja. Jason, waarom maak je alles kapot? Nee. Ja, neem maar de raam voor. Laat het op je micro weer los. Ga hier zitten. Absoluut red door. Als je me nou niet gaat hapen, pak ik die camera, hoop je die camera dadelijk kapot op je kop. Maar dat is gaan trainen. Nee, dat is niet goed. Kom maar, laat ik hem maar gewoon doen. Zo, Slopert. Blijf je er nou vanaf? Nee, wil ik het niet. Zie je toch als je gaat maken? Ik zit. Niet meer doen, hè? Ik wil de kozijnen niet maken. Dat doe ik het niet. Dus ik moet maar gewoon nog een afleiding.
als je bij mama bent. En als je bij papa bent, kan je mama missen. Ik kan ook in andere kinderen doen. Dat kan ik ook doen. Jaden. Zie je Jason te pesten? Maar welke Piet heb je het over? Zwarte Pieten. Ja. Hoezo Zwarte Pieten dan? Zwarte Pieten is zwart. Ja, dat weet ik. En als hij dat... Komen we nog een Zwarte Pieten tegen? Als iemand stout is... Ja. Hè? En niet luistert... Krijg je de roe en dat het pijn en die krijg je mee in de zak. Waar naartoe? Naar Spanje. Oh, dus jij bent stout geweest? En jij bent consultant? Ja, dan wij gaan naar Spanje, dus jij bent stout geweest, Jason. Oh. Maar wij niet. Jij bent stout. Wij gaan naar Spanje. Ik wil consultant. Maar ik denk niet dat we Zwarte Piet zien hoor in Spanje. Je woont ergens anders in Spanje. Spanje is heel groot. Ja? Jason? Ja. Kurf. Wat jij nog al? Nee, we zijn er nog niet. Het duurt nog heel lang. We gaan zo lekker slapen, ja? Nee, ik niet. Blijf je de hele nacht wakker? Ja. Ja? Kan je zo lang wakker blijven dan? Ik ga je dadelijk filmen als je slaapt. Kan je wel. Goed zo. Altijd keuken. Weet je, overal van keuken. Ik ben altijd wakker. Niet te veel. Nou, we gaan bingo, hè? Soort van. Snellere versie. Eén. Langzaam. Dan moeten jullie de goede kaartjes uit de zak halen, hè? Moet je gewoon weer uithalen. 3, 4. Jaden. Oh, je hebt nog wel. 5. Je hebt de wijn gepakt. Nee, rustig. 6. Pak nog maar, jongen. 6. Hoeveel moet u er nog pakken dan? Als je 7 handen hebt, heb je 13 nodig. 6, 7, 13! Goed zo, schat! Nou, oei, dat is er langs. Nu kom, laat maar een paar druk. 7 heb je eraan, moet je even laten. 8 meer. Zie je een paar druk pakken. 1, 2, 3, 10, 11, 6, 7, 8, schat. Daar komt nou 9 aan 10. Nog 3, Jaden, nog 3. 3, ja? 3. Kijk, geef maar 3 aan Jason. 3, ja? 3. Geef maar 3 aan Jason. Ik moet ze terug. 1. Eentje de ving. 2. En de laatste, en dan mag die in de zak, de allerlaatste. In de zak. Goed zo. Hey, kijk eens aan. Goed geteld hebben jullie, zeg. Ja, ik was al bij 13, hè? Ja. Nou, ik dacht dat ze bij de 10 waren. Kijk, hè? Wat mama nou gaat zeggen, hè? Mama gaat ze zo meteen vertellen en jullie maken ze maar open, goed? En hoe werkt het nou dan? Het is geen bingo. Een versnelde versie, dus? Wat is de bedoeling? Ja, dan nog snel. Moest je ze nou alle drie onderlaten of tot 21 punten? Dus het is eigenlijk 21. Het zijn gewoon kaartjes met 21. Dus als je 17 punten hebt, heb je de 5e prijs, 18 punten, 4e prijs, 19 punten, 3e, 20 punten, de 2e en 21 punten. De eerste prijs, bij 22 punten ben je dood. De eerste en het tweede vakje, en als je het derde vakje nog steeds onder de 21 zit, heb je wel gewonnen en anders niet. Dus ik zal het even spelen voor jullie meteen als eerste keer. Ik zal de eerste openen. Hoeveel punt is dat? Dat is de schoppen 8. Zo open ik de tweede ook nog wel, want 8 plus 6 is... 14. Zo moet ik de derde openen en dan heb ik de 10e ben ik dood. Dus dit is niks. Helaas. Ja, maar vakje 1 mag je open scheuren. Je hebt geen prijs.
Oké, wachten. Mag je kijken, dit is een zegen. Mag je vakje 2 mag je open scheuren. Goed zo, 7 plus 2 is? 3. 9. Mag je het derde vakje openmaken? Plus 6 is... Ik heb een jelle! Ik weet niet wat je had, staat aan. 9 is 14, nee, je hebt niks. Helaas. Jammer. Niks aan te doen. En denk je dat jij gaat winnen? Ja. Succes. Eerst nummer 1 openmaken. Nummer 1, ja, heel goed. En daarna wachten, want dan moet papa even kijken hoeveel punten jij gescoord hebt. Oké, 3 punten. Oké, maak nummer 2 maar open. Dat is een aas. Dat is 11 of 1. Dus hoeveel heb je dan? 14 maximaal of 4. Oké, de laatste, maak die maar open. Ja. Ja. Weet je wat je hebt? Ja, gewonnen. Helemaal niks. Zo, dames en heren, heel veel succes en heel veel plezier. Dankjewel. En de laatste kandidaat is onze lieve, schattige, kleine Jalicia. Alsjeblieft. Maak als eerst maar nummer 1 open. Ik moet één van 28 zitten. Ken ik ook een. En wat heb je daarin gewonnen? Harder trekken. 7. Doe nummer 2 nog maar. Oké, stoppen. 7 plus 9 is... 16. Heel goed, 16. Mag je nummer 3 openmaken? Spannen, troffel, Lisa. En dat is 6. Nou, wat heb je dan? 22. Dan heb jij? Gewonnen! Nee, ook niks. Mama, ik heb eentje. Dan gaat mama die openmaken. Ik heb 2, ik heb prijs. Nou, Melanie. Nummer 2. Nee, nummer 2, ja. 9 en 6. Mannen, ook niks, maar je had wel 2 keer, hè? 2 keer prijs, 2 keer 4 prijs. 2 keer de 4e prijs. Nou, oké. Okay. Ja. Ben je kwijt? Had nou gewonnen. Mannen, zeg nee. Wie wil er beneden uitzoeken? Nee. Papa gaat met jullie mee. Mama. Kom met. Leuke cadeautjes. Jullie mogen 2 cadeautjes uitzoeken met z'n drieën. Dat gaat heel wat worden. Kijk eens. Een hele prijzenkast. Dit is 15, dit is al niks. Ah, dat is al niks. Jullie mogen 1 cadeautje uitzoeken. Ja. Valspeler. Oh, dan ben ik die in. Uit alles wat ik heb. Het waren er wel, ik had er 2. Dat zijn kampers, hè? 2 keer 17, hoor. Zeker? Ja, nou, ik ben niks die eigen boven. Jullie mogen 1 dingetje uitzoeken, jongens. Nou. En pas op voor al die knopjes, want dan liggen we in de vangrail. Ik kan niet uitkiezen. We doen deze, Jason. Deze, de haai nemen we mee. Ik heb dit even lekker. Ja, maar we kunnen maar 1 dingetje uitzoeken, jong. Ik zal voor jullie een ballenblaas zien. Oh, jullie gaan een ballenblaas. Nou, opgelost. Alle 3 wat. Allee, wegwezen hier. Hij wil geen ballen blazen. Nee, die hebben we niet gewonnen. Nee, deze die kunnen we helaas niet meenemen. Wat heb je nog meer gekregen? Nikki. Wat is dat? Bellenblaas, hè? Ja, je hebt de haaien uit te pakken. Nou, leuk, hè? Maar we zijn nog steeds niet in Spanje, dat doen we nog eventjes. Zo, dan is het tijd om te gaan slapen. Kijk, daar liggen ze. Stiekem in de lens, het is opletten. En ik kan niet slapen in de bus. Wat een ellende. Nou ga ik je graag op de bus vakantie. Okay. Meer dan 20 uur in de bus, hè. 8 uur gezegd, maar voor mij wordt het nu veel langer. Wat een ellende dit. Ik heb geprobeerd dit te slapen. Nou ja. Komt u er leven in de brouwerij?
palmbom tussen straks. Wat is het, Jason? Ja, daar zit een pretparkje. Heb je een pretparkje gezien? Daar gaan we ook naartoe deze vakantie, jongen, naar het pretparkje. Ja, nou, terwijl dat niet, maar je achter is natuurlijk Porta Ventura. Ja, ik heb zo'n verhaal. Kijk daar naar Porta Ventura. Dat is Red Force. En jongen, ben je blij? Waarom ben je zo blij dan? Omdat je achtbaantje ziet. Ik zie daar al een staande achtbaan, daar staat hij jong. Dat is een mosterdkwam. Ja, maar eigenlijk zijn we hotel. Hier is het park. Echt waar? Ja. Echt waar? Waar, Jason? Daar. Ik zie het niet, weet je maar. Ja, achtbaan. Kijk, zie je die achtbaan? Ik ben aangekomen, ik heb de bus overleefd. Ik ben back and back af. We zitten in het Oase Hotel. Maar ik ga een kamer opzoeken. Kijken of ik geluk heb of we er al in kunnen. Ja, lekker. Pas vanaf 1 uur de kamer. Nou, daar zie ik je dan. Wachten. Nou, dan lopen we even naar het strand toe, dames en heren. Moet je anders. Zo, dames en heren, het strand. Nou, alle spullen liggen op het hotel, behalve waardevolle spullen. En daar zie ik je dan, op het strand van Salau. Oh, geweldig. Nou, welkom op het strand, jongens. Wat leuk. Kom, Jayden, lekker het strand op. Mag je schoenen uit? Kom maar, we gaan hier zitten. Jason. Nou, daar zitten we dan. En weer uren wachten tot we het hotel mogen. Leuk hoor, goed idee naar Spanje. De auto. Kom, ja. Ik heb geen zin in de ogen. Ja, moet je een beetje voorzichtig zijn. Zo, we zijn weer onderweg terug naar het hotel. Dan gaan we het zwembad daarin. Ik weet het anders ook niet. Nou, een zwembad in. Naar het zwembad, hè? Ja. Wil je zwemmen? Ja, in de bubbelbad. Ik weet niet of er een bubbelbad is. Moet ik even kijken. Die zit in het hotel. Ja, in het hotel. Kijk maar even. Ja, we gaan kijken. Nou, we hebben nog 2 uren. Even kijken. Of we even een duik kunnen nemen. Nou, het ziet er best geinig uit. Koud water, hè? We laten ze even zwemmen. Een paar keer glijden en dan gaan we de hotelkamer op.
net afgekoeld, hè? Ja, die zijn in Spanje, hè? Maar Spanje is heel erg groot. Dus die zijn niet hier, die zijn ergens anders. Sinterklaas woont in een groot kasteel in Spanje. Zie jij een kasteel? Dus hier woont hij niet, maar hij woont wel ergens anders in Spanje. Maar die getreurtje komen naar ons toe, hè? In december weer. En november, dus. Maar is dit ook in Spanje, hè? Dat is ook Spanje, ja. Jaden! Je ziet geen zwarte piet hier, joh. Ja. Maar goed voor Jaden ook, want Jaden is stout. Jaden worden wel een eikel, langs dat ding niet met spullen gooien, hè, Jaden? Sinterklaas en zwarte piet heel dichtbij. Ja, dat weet je. Woehoehoe! Je ziet ze dan misschien niet. Maar ze horen jou en ze zien jou. We gaan naar de hotelkamer, we gaan naar boven. Inmiddels zijn we in onze kamer aangekomen. Ja, maak maar open. Goed zo. Oh. We hebben dus een bad. Wat is dit? Dat is badzeep. Douche. Voetenbad. We hebben de kinderen al. Dat is een badzeep. Uitgevonden dat het werkt. Het is zeik nat, dankjewel jongens. Dat is een badzeep. Van het voetenbadje afblijven. Ja, dat is badzeep. Dat is ook passie. Dit zijn king size bedden. Dat is never not king size. Maar ik denk dat we gewoon weer tegen elkaar aanschuiven wat we vaker doen in een vel. Ze hebben gewoon één groot bed. Hier kijken we naar buiten. We zitten aan de hoofdingang. Drukke straat is ook niet zo heel erg goed. Nou ja. Anyway. Mag ik jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet vooral niet te abonneren en op het belletje te drukken. Want dan krijg je dus elke dag een pushmelding wanneer wij iets uploaden. En ik zou zeggen tot de volgende vlog. En die komt hier weer uit Spanje. Salau. Dag jongens. Abonneer je op Good Life. En vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht. En mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel.